Het draaiboek wordt van tevoren gemaakt, zoveel mogelijk als dat kan natuurlijk. Want er komt gedurende repetities heel veel bij. En ik wil het wel even laten zien. Ja, dit is onze Bijbel. Maar zoals je ziet is het één grote chaos die alleen wij begrijpen. Armin is degene, zodra hij een plaat start, gaat er een tijdcode lopen. Dat is deze enorme klok die je ziet. En de meeste bewegingen, opkomsten zijn gelinkt aan die tijdcode. De tijdcode voor ons is puur een leidraad waar hij zit in de mix. En op die tijdcode geven wij dus inderdaad de cues wanneer een artiest opkomt. Als die tijdcode niet gestart wordt, heb ik geen idee of die nog in zijn eigen freestyle nummers zit. Dan ben ik echt helemaal kansloos. Moet je je voorstellen, ik kijk naar de zaal, ik denk oké, we gaan This Light Between Us doen. Dan mix ik de plaat in, maar daarmee ook tijdcode. En dan, dan als het goed is, gaat achter mij, gebeurt de rest. En dat is geweldig. Maar ik, weet je wel, ik weet wel dat het heet Armin Only, maar het is al lang niet meer alleen maar om mij. Het gaat gewoon om dat je juist iets met z'n allen doet. Daarom is de titel eigenlijk wel ironisch. Het gaat juist om het samen en met z'n allen iets moois maken, weet je wel. Het maken van zo'n show, je doet het op papier en daar hebben we heel veel tijd in gestoken, heel veel maanden. Maar vooral hier, als het tot leven komt, ja, dan ben je wel even bezig en dan is het natuurlijk wel stressy. We doen 16 rondes die we doen voor de show met 8 dansers. En die gaan dus zeg maar om de beurt vrij snel ook achter elkaar weer op. We noemen dit dan de witte wapperjurken, dus het is met veel wind en een beetje los falen-achtig. Als je op de tafel kijkt, dan zie je hier weer hanenkammen die dan weer een beetje naar de punk-ronde gaan. We hebben een background-ronde, dus dat is een omgekeerde. Dat gaat dus zo. En dan heb je dus dat masker en dat masker gaat dan zeg maar zo. Het ziet echt heel weird uit. En dan doe je dus deze ook aan de achterkant. Dan krijg je dus een beetje dat... Ja, dat is een van de rondes. Verschillende looks hebben we eigenlijk wel. Hier hangt een deel van de kleding. Het wordt er nog meer. Nou ja, dit is niet allemaal van mij hoor. Het is niet mijn rek. Maar er hangen wel een paar dingetjes van mij tussen. En onder andere dit corset, wat heel zwaar weegt, krijg ik aan. Tijdens een van mijn optredens. Op het podium is het natuurlijk altijd weer anders dan als je er thuis of in een oefenruimte mee bezig bent. Want er zijn zoveel dingen om je heen, ineens licht. Je moet van daar naar daar lopen. Het geluid is veel harder. Je moet op in-ear monitor die je in je oor hebt, moet je heel goed luisteren. Dus de repetities zijn zeker goed om even goed voor te bereiden. En ook te zorgen dat je zenuwen minder zijn als het uiteindelijk echt zover is. Zoals jullie weten zit er een regisseur op en die heeft het verhaal gemaakt. En eigenlijk hebben we het opgedeeld in 5 fases. En in die 5 fases lopen we eigenlijk het hele verhaal door. Fase 1 is eigenlijk een realistische fase. Waarin we eigenlijk nog in een soort van denkbeeldige stad zitten. I perform Who's Watching. I'm actually set in a city and the whole performance is me walking past some like a virtual digital city, which is so cool. Daarna gaan we eigenlijk meer bij onze eigen stijl zitten. Abstracter, heel veel 3D content, rare bewegingen. Ook mede door dat de schermen kunnen draaien. Daar hebben we heel erg gebruik van gemaakt. Dus. Ja, er zijn in totaal 5 grote LED-schermen. En 4 projectieschermen, waarvan de 4 LED-schermen 360 graden kunnen draaien en allerlei posities op een monorail. Dus daar kunnen we eigenlijk elke keer de hele stage weer een nieuwe look mee geven. The final step is me actually in a throne, a sort of a chair, and I'm gonna be in an elevator thing that lifts me up onto the stage, and I have 2 male dancers that are gonna be sort of my pets. Ze zijn nu het metropool nog aan het zetten. Er wordt een... Gaat goed? Het is wel leuk hoor, want ik moet je wel heel eerlijk zeggen, dat wil ik toch wel even een compliment maken voor het MCO. Ik bedoel, momenteel is de politieke discussie of ze moeten blijven of niet, maar dit noem ik determination. Dit zijn mensen die normaal gewoon Bach spelen of Mahler, echte muziek. Ja, die mensen zijn nu hier, die worden op liften gezet en die worden
Echt als een soort poppetjes worden ze overal. Maar het is wel echt, weet je, ze zetten zich er echt voor in. En dat ze dan hier aan mee willen doen met deze gekte, ja, dat is natuurlijk gewoon een droom die uitkomt. Top. Maar het einde is wel cool. Ja, het einde is wel niet. Je bent de hele tijd alert. Je staat niet de hele tijd op het podium. Je bent gewoon heel goed naar de show aan het kijken. En hoewel er heel veel mensen op zitten op het show-element en op al die dingen. En het is echt niet alleen maar Armin, maar het is echt een enorme show. We hebben zaterdag ook al gerepeteerd. Ik heb gisteren nog gerepeteerd. En ja, toen merkte ik al dat ik ook helemaal kapot was. Terwijl ik eigenlijk maar in totaal kort op het podium sta. Dus. Ja. Maar het is dus wel, je bent er wel de hele tijd mee bezig op een bepaalde manier. Weet ik niet hoe ik dat zeg, maar. Het is wel leuk. We hebben dit keer ook echt op het album bewust een nummer gemaakt. Helemaal voor Eller. Coming Home heet dat. Dat is ook omdat mijn moeder altijd zegt tegen ons, als ze ons sms'je stuurt, zegt ze altijd I love you, please come home. Dat vond ik zelf een iets te zoete titel. Maar dit nummer is eigenlijk opgedragen aan ons moeder. Omdat ze ja, ons gegeven heeft waarom we hier staan. Dus het nummer heet daarom Coming Home. En dat gaan we dus ook live doen. En dat speel ik air guitar en dan doet hij het in het echt. En dat is helemaal zijn ding. Armin Only, de eerste keer dat ik zo'n spektakel ga meemaken. En, het is echt een alsof U2 on tour is. Zo voelt het een beetje. Het is zo groot. En zo'n groot podium en repetities ervoor. En zoveel mensen die eraan meewerken. Bij de allereerste rehearsal, toen werd er even een praatje gehouden en toen werd even gezegd welkom bij de familie. En natuurlijk ben ik al familie van Armin, maar nu zijn het voelt inderdaad, dat hoor ik ook telkens iedereen zeggen, het voelt een beetje als een eenheid. Dat zal voor veel nieuwe artiesten nu nog niet echt zijn, maar als we straks op tour zijn, dan is dat wel zo. Nu al is het gewoon een soort van, het is natuurlijk al een repetitie met de muziek en de hele show eromheen. En we hebben nog, even kijken, 2 dagen om nog even de puntjes op de i te zetten, maar volgens mij gaat het helemaal goed komen. Bij die eerste show is het echt gieren van de zenuwen op het moment dat je je eerste go geeft. Maar als dat eenmaal loopt, dan ga je gewoon. En dan, kijk, het leukste aan dit vak is natuurlijk ook dat er een hoop mis kan gaan. En dat lossen we natuurlijk allemaal op. My hope for everyone who is at the show to have an experience where they really are in the middle of a concert, because it's not just a DJ show. Al die mensen die daar zitten, die zijn al 6 dagen bezig. En die zijn hier nog 2 dagen. Deze hele rotzooi moet ook weer in een vrachtwagen en het moet allemaal weer ergens anders heen. Dus het moet minuscuul worden afgebroken, precies in volgorde, want zo'n scherm afbreken, nou, daar ben je gewoon flinke tijd mee bezig. En die podium moet helemaal stukjes uit elkaar en schommel en de lift en alles moet mee en de apparatuur. Het moet weer precies zo komen zoals het hier nu staat. It's really important that we enjoy tonight. Try to enjoy the moment, because it's going to go by like this. Before we know it, it's 7 o'clock and we're standing here again and we're like, it's over. So try to enjoy, try to be here physically, but also mentally, and try to have an amazing time and give it your best. I see you guys. Great. He's Armin's biggest fan in the world. I like Armin. He's great. He's a real master in everything he does. Armin is the best DJ in the world. We came from Brazil and I'm waiting to the show. We come all the way here for Armin. Armin! 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 Welcome
maar binnen. Hij is oké. Hij is oké, ja. Kom, hoe voel ik me? Ja. Anders. Ik weet het niet. Ik vraag het maar morgen nog eens. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon gek dit. Is echt. Amazing show. En het was God's All of You. Thank you.